Rodriguez. Handig paasje. Och, mooi aangenomen. Schitterende aanname. En dan is het ook raak. Opnieuw Kuipers met heel veel vrijheid. Kan zoeken, vindt invalster Laura Strik. En die maakt er dan 4-1 van. Tel dus nu, nog even. Dan kunnen we er helemaal doorheen. Dan valt die bal voor de voeten van Jeslin Kuipers. Die denkt niet na, die haalt uit. En u hoort de ontlading bij Rick de Rooij. Ook hij heeft waardering voor deze goal. Pondus kan voorlopig nog de 5-2 voorkomen. Maar dan blijft die bal daar hangen. En gaat een invalster met een verhaal een heerlijk doelpunt maken. Van Schoonhoven. Terug van meer dan een jaar blessureleed. Smits, goede opening dit. Patiwaal heeft Brugge voor het doel. Smits komt daar nu ook. En daar is het doelpunt. Ja hoor. Ze zet de aanval zelf op en maakt hem ook zelf af. Joelle Smits. Mooi doelpunt. En ADO is het grootste gedeelte van de wedstrijd de betere ploeg geweest. Maar deze treffer valt wel absoluut op het moment in de wedstrijd dat PSV sterker is. Kuipers met de voorzet komen Vlevos en daar is het doelpunt. Prachtig uitgespeeld. Leuchter scoort op een hele fijne assist van Smits. Nu is het dichtbij een plekje in de halve finales. En dan komt er ook nog een 3-0. Een prachtige, dat wel, van Naomi Patiwaal. Een streep in de bovenhoek. Volgende kans voor Leuchter. Goeie bal vanuit het achterveld, maar wat maakt ze het ook schitterend af. Romee Leuchter. En dit is een geweldige treffer van Joelle Smits. Wat een heerlijke volley, zeg.